Het gebouw van AVVS De Moederbond aan de Jagannath Lajmanstraat is vandaag volledig afgebroken. Naar zeggen van Moederbondsvoorzitter Errol Snijders is het terrein, waar ook een meubelbedrijf was gevestigd, verwisseld met het gebouw van Assyria aan de Grote Cambéweg. De Moederbond kwam in zwaar weer terecht voor wat betreft de financiën, waarbij er zelfs leningen moesten worden gesloten. Vandaar dat de vakcentrale heeft gemeend een overeenkomst te sluiten met de verzekeringsmaatschappij, zegt Snijders. Titel is eigendom. En dit is van de Moederbond. Maar in die deel, omdat we het meubelbedrijf ook moesten faciliteren, hebben we ook bedongen een lapje grond van 5000 vierkante meter, waar wij het meubelbedrijf onderbrengen. En er is een loods opgezet. Dat zit allemaal in die deal. Vooral de onderhoudskosten trokken een zware wissel op de financiën. In het nieuwe onderkomen kan de Moederbond ruimtes gaan verhuren om ook eigen inkomsten te hebben. De verzekeringsmaatschappij heeft beloofd het standbeeld van Cyril Daal een goede plek te geven, merkt Snijders op, aangezien dit beeld een emotionele waarde heeft voor de vakcentrale. We gaan als Assyria ervoor zorgen dat het een goede plek krijgt. Begrijpt u? Dus u moet met één ding rekening houden. Het is een enorme kost om dat beeld te gaan verplaatsen en op een andere manier te zetten. Weet je? En daarom hebben we bij notariële akte afspraken gemaakt daarover met Assyria. Maar zal het daar op het terrein blijven of wordt het naar hier overgebracht? In eerste aanleg heeft de toenmalige directeur gezegd, de intentie is om het op het terrein te laten, alleen gaat het een andere stand krijgen. Naar zeggen van de vakbondsleider maken mensen zich meer druk om het standbeeld dan zij zich druk maakten met Cyril Daal zelf toen hij nog in leven was.